Beercube. What up? Voor het grootste januari geweld los gaat barsten, is het toch nog even een moment voor een klein stukje Dry January bezinning. Bij La Chouf zijn ze recentelijk met een 0.0 op de proppen gekomen. En wat doe je dan? Dan ga je vergelijken. Dan ga je kijken of het een lekkerder is dan het ander. Of in ieder geval, of het in elkaars vaarwater weet te komen. Dus laten we zonder daar verder nog woorden aan vuil te maken, het flesje openen en kijken hoe het uit de plooi springt. Het doopje. Dat is een idee. We hebben het over Dry January. Dit is het alcoholvrije, dan wel alcoholarme bier van La Chouf. Want het is geruimd op 0.4% aan alcoholen. De eerste gedachte die ik bij de neus heb, was heel kortstondig triple carbamylit, maar toch zeker kruidig blond. En niet, wat ik dan misschien wel had verwacht, meer moutig. Dus dat stemt mij enigszins hoopvol. Laten we verder gaan kijken wat dit bier daadwerkelijk voor mij in petto heeft. De La Chouf alcoholvrij met 0,4% aan alcohol. Proost. En flink wat koolzuur. Na dat koolzuur komt inderdaad een beetje dat kruidige karakter met een klein bittertje. En dan vlak voordat de drank je slokdarm raakt, denk je, ah ja, daar heb je dat voor mij alcoholvrije moutje. En ja, dat is enigszins storend, maar ik moet zeggen, ik drink hem behoorlijk koud nu. Dan is dat enigszins verbloemd en is het eigenlijk best wel goed te doen. Dan zou je denken, want ik heb natuurlijk het origineel er ook naast staan. Volgens mij komt het uit op een procent op 8,5. 8 om precies te zijn. Moeten we dat echt nog opentrekken? Is eigenlijk niet helemaal nodig. Ik kan met redelijke zekerheid zeggen dat het een lekker bier is. Maar niet heel dicht in de buurt van het origineel komt. Maar één manier om dat daadwerkelijk te kunnen staven. En dat is eveneens inschenken. Ik was van mening dat La Chouf rijkelijker schuimde. Vond ik heel erg meevallen bij die alcoholvrije, maar ook bij de alcoholhoudende had ik het heftiger in mijn hoofd zitten. Ik heb wel het idee dat wat troebeler is. Dus daar blijf ik ook wel bij. Laten we kijken wat die van 8,5 op de neus doet. Hij komt uit de Albert Heijn, dus hij is denk ik een van de meest verse opties binnen handbereik. Maar wat me dus al opviel, is ook helemaal niet relevant. Maar ik denk dat de La Chouf dus 2 jaar houdbaar is, want hij is houdbaar tot mei 2024. Dus dan kan het bier zomaar al een maandje of 7 oud zijn. De alcoholvrije variant, die volgens mij pas net op de markt, dus in ieder geval in Nederland pas net beschikbaar is, is maar houdbaar tot oktober 2023. Laten we dan even voor het gemak zeggen dat die waarschijnlijk gebrouwen is in oktober 2022 en een jaartje houdbaar is. En nu dus een kleine 2 maanden oud is. Even kijken naar de 8%, de reguliere Chouf Blond. Proost. Wat ik dus zei, die neus vind ik hem veel minder kruidig hebben. In de slok is er echt wel een veel fijnere kruidigheid, een veel vollere kruidigheid, als je het mij vraagt. Een volle mondgevoel. De balans tussen het mondgevoel en het koolzuur is in mijn beleving ook veel beter uitgebalanceerd. Ja, het zal je natuurlijk niet verbazen dat mijn voorkeur uitgaat naar de reguliere alcoholhoudende variant. Ik
Kijken we nog één keer terug naar de alcoholvrije variant. Na zo'n alcoholhoudend drankje, dus mocht je het ooit overwegen om hem te bestellen, bestel hem vooraf je hele line-up en pak daarna eventueel even een klein uitstapje naar een wat zwaarder bier. Mocht je dat wensen, want na een alcoholhoudend bier is het wel echt een soort van hele milde hopwaterige drank, zo te zeggen, met een kruidig boeket. Maar ik moet wel zeggen, ik denk in de zomer dat hij het echt wel prima doet. Ik moet zeggen, dat moutige, wat ik in de eerste paar slokken echt wel merkte, heb ik nu geen last van. Hij is fijn kruidig, wel subtiel kruidig ten opzichte van de alcoholhoudende variant, maar op zichzelf staand echt wel prima kruidig. Wat dat betreft, denk ik wel een van de favoriete alcoholvrije bieren in de stijl blond voor mij. Wat dat betreft heb ik daarmee gezegd wat ik wilde zeggen. Voor nu zou ik zeggen, nog een fijne Dry January als je daaraan meedoet. Als je zin hebt om de dag zo'n beetje iets minder Dry January-achtig materiaal te zien, hou dan zeker even mijn aftelkalender in één dag in de gaten, want die staat op het punt van beginnen. Voor nu zeg ik Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.